Voor aanvang stond bij de mannen de winnaar eigenlijk al vast. Lars Boom, wegrenner, maar in het veld op eenzame hoogte. In Nederland, en als die jasjes uit zijn, blijkt dat meteen. Op de Tiestedijn, Niels Wubbe kan nog even volgen, maar een tempoversnelling was voldoende. Boom reed de rest op minuten. Het was een fraaie dag met een zonnetje en Lars Boom die nu twee handen nodig heeft om zijn nationale titels te tellen. Ik kon op het parcours goed in de gaten houden waar iedereen reed en... Ja, dat doe ik dan ook en dan kun je toch een beetje je koers op indelen. Voor de rest ging het allemaal redelijk goed. Ik had een goed gevoel. Nummer 6 is een record. Wat doet dat met jou, dat het ieder jaar weer lukt? Ja, dat is prettig. Dat geeft een fijn gevoel en het blijft toch leuk weer een titel binnen te halen. Aldus Boom die zich nu weer op de weg richt en nog maar even duidelijk maakte dat de bondscoach voor het WK geen belletje hoeft te verwachten. We gaan lekker met open haard aan en een kopje thee voor de neus kijken. Eerder op de dag bij de vrouwen hetzelfde verhaal. Marianne Vos is er gerust op en dat mag. De voet in het zand. Vos is simpelweg vanaf ronde 1 veel sneller dan de rest. Daphne van der Brand naar het zilver op haar laatste NK. En op gepaste afstand verliest Sanne van Paassen de strijd om het brons van Sophie de Boer. Vos onbedreigd. In het bos hoor je zelfs de concentratie. Een lastig rondje in Heibergen, maar niets is deze dagen te zwaar voor Marianne Vos. Ja, de laatste weken gaf me wel heel veel vertrouwen. Maar dan is dit ook wel weer een echt een lastig rondje. En in de eerste ronde wou ik meteen testen. En dat ging erg goed. Ja, dan is het je eigen race uit de rij. Ik voel me zeker beter dan ooit. Ik heb nog nooit zo lekker en zo hard gereden. Zeker niet in het veld.